is geen rijbewijs, je mag even terugkomen. Hé, hey, je mag even terugkomen. Ja, 42.06, eenmaal achtervolging. Strawberry Avenue. Gaan rechtsaf terug de straat van Henkie over. Super tof dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn. En ja, nu zullen jullie wel denken van, huh, video op de zaterdag. Ja, dat klopt. Ik zou in eerste instantie eigenlijk live gaan, maar dat is erbij ingeschoten wat andere dingen op de planning. Dus vandaar nu gewoon een video, want ik denk, ja, ik moet wel een beetje content blijven creëren. Dus bij deze gewoon een lekker videootje. En zoals jullie aan de titel en thumbnail konden zien, waarschijnlijk al gaat het weer over Mo. En zijn maatjes. Mo en zijn maatjes waren bij de NWSF. En daar stonden ze een beetje te ouwe hoeden. En allemaal meldingen van burgers dat het niet chill was dat ze daar stonden. Bij aankomst van mij ja, reden ze eigenlijk weg. En even later hadden ze weer staande. En toen reden ze weer weg en werd een achtervolging. En hoe deze gaat aflopen, dat zie je in deze video. Dus ja, vergeet ook zeker even niet te abonneren hier beneden. Doe ook zeker even een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we nu gewoon lekker starten met de video. Veel kijkplezier. Even onze stad te lopen. Ja. Ja, we staan te leunen toch. Ze moeten tol betalen aan ons toch. En waarom mogen ze de winkel niet in? Jij moet je tol betalen. Oké. Okay. Nou, is niet iemand de bedoeling dat je dat zomaar op eigen idee gaat beginnen. Niet? Nee, maar je mag van onze baas en zo. Ja, en wie is die baas? 1,5 van het liefst, 2,5 allemaal. Sorry? Allah, jij hoort de heren boven. Ik heb honger. Wie zou dat doen? Dus geen reden om zomaar een winkel te gaan blokkeren en een tol te gaan eisen voor iedereen die binnen wil. Dus, maar waarom maar er is nog niemand geweest? Ja, we kregen een melding dat hier iemand ontvoerd zou worden, dus we zouden sowieso graag even binnen in de winkel willen kijken. Moeten we jullie wel op wijzen dat die auto verkeer geparkeerd is. Even heel simpel, mijn collega vraagt of wij naar binnen kunnen, dan gaan wij ook gewoon even binnen kijken. Nou, dat heb ik nog niet gehoord. Hé, het is heel simpel, of jullie laten ons langs of wij zorgen dat we langs kunnen. 10.000 euro betalen alsjeblieft. Ja, gaan we niet doen, aan de kant. Oké. Okay. Dan gaan wij gewoon zelf naar binnen. Gewoon top. Oké, dan komt er iemand naar buiten, boys. Naar de andere kant van de deur gaan staan. Nou, dan gaan we zorgen dat ze niet meer naar buiten kunnen, toch? Ja, dan krijg je één rotklap op je schoenen, jongen. Oh, bedreiging van de orkoeningfunctie, what the fuck? Ja, orkoeningfunctie van de lijfpunctie in ieder geval. Kom even hier. Het is niet de bedoeling dat jullie zo voor de deur gaan staan en geld gaan vragen aan iedereen die binnenkomt. Het is gewoon een openbare winkel, mag iedereen gewoon. En dan 5 koppen af. En het is niet de bedoeling dat je daar gewoon voor gaat staan en geld gaat vragen. Ja? Maar we mogen het wel blijven doen als we het gewoon netjes doen, toch? Nou, ja, jullie mogen hier best staan, dan ga ik je niet verbieden. Het is gewoon een openbare winkel. Maar als we de tol verlagen met 30%, mag het dan wel? Nou, als je de tol verlaagt naar 0, mag je hier blijven staan. Ja. Mochten we nou weer meldingen krijgen dat jullie hier weer tol staan te vragen, dan gaan jullie gewoon een gebiedsverbod opleggen voor dit gebied. Wow. Ja, ik ga jouw gebied. Ja. Maar even grote mond bij jou en. Ik weet niet of je weet wie we zijn. We hebben hier nog grote mond, what the fuck. Ja, kan je heel dichtbij me komen staan, maar je mag een beetje afstand nemen, alsjeblieft. Jullie hebben gehoord wat we hebben gezegd, dus je gaat er maar gewoon naar luisteren en dan zullen de sancties volgen. Ja, inderdaad. Nou, heren, fijne dag verder en hopelijk niet tot ziens. Ja. 2,6 euro beneentje over. Jij moet in de winkel zijn, over. 06, kom ook wel even kijken, rijdt dan doek over. Hallo, nu alweer terug. Hij gaat zomaar langs de grenspost, man. Hoe meneer, bonjour, wat is dit allemaal? Ja, jou helemaal met je vieze helmpje en zo. Is een mooi pakje. Ook achter in de winkel, in hoeken en dergelijke ligt. Natuurlijk staat niemand er. Nee, aan ons. Wij zijn tolbewakers. En als jij wij zijn tolbewakers. Het kost 25 euro. Ja, en volgens mij hadden we iets gezegd. Ja. Ik heb de tol verlaagd. Meneer, je hebt mij net ook gehoord. Laat ons gewoon ons werk. Je hebt mij net homo genoemd. Jij bent homo. Meneer, dat is niet aan.
Laatste kans, ja. Nu gewoon normaal gaan doen. Als krijg je nog een normaal is het blijf staan. Water voor iedereen wat anders. Oké, prima. We hebben deze een gebiedsverbod. Ja, oké. Allemaal het gebied verlaten. Volgens mij is die auto gestolen, meneer. Die auto is gestolen. We gaan even van alle drie een idee bij zien. Nee. Ja, het is niet echt nodig, toch? We kunnen nu gewoon weggaan. Ga ik jullie vorderen, anders word je aangehouden. De derde word je aangehouden. Ja, we gaan er weg. Hier komen alle drie. Ja, we gaan al weg. Nee, alle drie hier komen eerst. Wat, we moesten weg. Ik word ook aangehouden. Eerst nee, anders ik gebied geboord. Verbod gebied. Idee buis laten zien, wordt aangehouden. We snappen dat we hier weg moeten. We gaan hier weg en dan is het niet goed. Goed, eerste vordering. Idee buis laten zien, voor alle drie zelf. Ja, dat is goed. Mag ik uitstappen? Ja, mag ik even lichten wat ze net zien? Ik ga een glaspauze nemen over. Motortje uit. Zo. Zo, alsjeblieft, meneer. Oké, wacht even. Even naar de stoel. Ja, dat dacht ik ook. Oké, wil je mijn rijbewijs? Wat wil jij? Ja, rijbewijs graag. Wil je mijn rijbewijs? Ja. Waarom wil je mijn rijbewijs? Ja, omdat je net in een auto zat. Dus ik wil gewoon in ieder geval iets met jouw naam zien. Nou ja, hier heb je mijn idee. Helemaal goed, man. Is alles in orde, meneer? Met even aan het noteren. Ik word wel gezocht voor 20 schoten meldingen. Oké, als u het echt gewend is, dan is liquidatie. Dus. Tot waar is die gebied geboord? Ja, de grootte van de winkel, hier zo. De 05 nog ergens benodigd over. De stoep komen niet meer in de winkel. Nou ja, ik kan noteren in ieder geval gegevens. Dus hier mag ik wel staan. En ja, je mag het gebied gewoon in principe niet wel, maar geen tol eisen om hier te betreden. Mag ik mijn idee kaart terug? Een momentje. Mag ik mijn idee terug alsjeblieft? Yes, ja, natuurlijk. Terug alsjeblieft. Alsjeblieft. Dankjewel. Wat is zijn naam, Bjorn? Mo El Hamed. Yes. Oké, mooi. Stap erin. Nou, niet echt heel aantrekkelijke kleding, zeg maar. Ja, mochten we ze nog een keer aantrekken. Nou, het weer is wel aanwezig, hè, of niet? Okay. Zo. Ja. Oh, hij is ready om te gaan. Hey, je was net hier ook al, nu kom je weer terug. Je mag even je auto pakken en doorrijden, want dit is geen parkeren natuurlijk. Wat die fuck je wil vechten? Hey, jullie hoeven je niet te bemoeien. Stap in je auto. Ja, ja. Hier, geef. Mooi. Hier zit. 42.06 op een eentje over. Of je kopieert. 42.06 aanrijden, de laatste melding over. Even koppelverzoek. Ja, positief kop. Doe maar even mee. Het zijn weer de driezelfde heren waar we de hele dienst al last van hebben over. Komt dan over hier ook weer even mee over. Dat de toppers en calls zit over. Ja, het zijn de gasten in pantenpakjes. Ze rijden nu inmiddels weg met een grijze voertuig weer. Innocence Boulevard richting het oude ziekenhuis over. Ze zijn rechtsaf. Geslagen richting Meesbank Arena. Is het voertuig bij te houden of is er behoefte aan een VPO? Ik heb hem nog bij me, maar ik wil wel graag een autootje deze kant op. Starbend Avenue, vlak bij de IK over. Ja, bezwaar als ik kan even omschakelen naar de VP. Negatief over. Schakel ik snel even om, kom ik die kant op. Ja, voertuig staande, Carson Avenue over. In de straat van Henk, ja, als herkenningspunt over. Ja. Zo, heren. Daar zijn we weer. Stuurder mag even uitstappen, deze kant op komen. Maar praatje. Je hebt niks te willen met ons uit. Zeker wel. Stuurder. Heel wat simpel. Wat is er mis? Dat doen personen even. Voordat ze er vandoor gingen weer bij de MU. Die man heeft aan bij je, man. Ik kan hem ja, positief over. Wat? We kunnen het heel simpel doen. Of je stapt nu vrijwillig uit, of ik haal er nog een paar auto's bij en we halen je uit die auto. Orkoen, stap eens uit, man. Oh, sorry, man. Ik heb het over de bestuurder. Ik weet niet of je hebt gezopen, what maar het stuur zit echt toch echt aan jouw kant. Nee. Ja, die man heeft aan bij toch. Je kan niet. Ja, precies. Mag ik hem ook gewoon uit de auto geven, alsjeblieft? Nee, die stapt even uit. Heel simpel. Ja, maar hij heeft aan bij toch. Ik ben nu op de Carson F. Ik zie het niet, hoor.
Ja, ik sta inmiddels op de Forum Drive, herkenningspunt Henkies Huishoven. Oké, ja, wat wil je van mij? Nou, ik wil even je rijbewijs zien. Ja, dat is niet echt nodig toch? Dat is wel? Zeker wel. Goor, ja, want reed ik verkeerd. Reed ik verkeerd? Nou, bij mijn komst naar hem er gelijk weer uit. Wat? En je bestuurt nu een voertuig, dus ik wil ook zeker weten even je rijbewijs zien. Zal me even pakken. Ja, dat is goed. Frankie, je kan ook gewoon alvast instappen. Zo. Ja, dat is goed. Waar ligt die rijbewijs van je? Misschien in die dashboardkast. Ja, voor u 05 blijft maar voor zekerheid even in de auto zitten over. Ja, misschien de straat hier rechts, misschien moet je daar even in rijden. En wat is er gaande over? Ja, de personen deden net alsof ze er vandoor gingen, zijn inmiddels al stevig ingereden aan de Forum Drive over. Wat is de context over? Ja, sorry voor het ongemak, maar hij ligt daar binnen. En al bericht hebben? Hij moet hem even gaan halen. Context van uw spraakbericht over. Hey, ik kan niet doorlopen. Kan je die bord niet lezen? Moet ik hem aan deze agent geven? Welke agent moet ik mijn rijbewijs geven? Ja, hier komt hij maar. Of ik een C-trapje kan krijgen over. Welke zak dit die? Ja, excuus. Dit zijn de drie heren die zojuist weer bij de MWSF giftshop waren. Zorg al langer de tijd voor overlast. Reden direct weg bij het zien van mij over. Ik heb mijn rijbewijs gegeven, we kunnen gaan, boys. Nee, dit is geen rijbewijs, je mag even terugkomen. Hey, je mag even terugkomen. Ja, 4206, eenmaal achtervolging, Strabane Avenue, gaan rechtsaf terug de straat in Van Henkie over. We gaan naar Rijden. Gaan rechtsaf de Carson Avenue op, gaan weer een steeg in aan de Carson Avenue. Rijden weer aan de Innocence Boulevard, vlak bij de vuilnisjob over. Ik ga rechtdoor richting de privé Plezierhaven. Komen ze uit bij tankstation Plezierhaven in de Sins Boulevard. VP, ja. Ja, rij je momenteel nieuwskantoor. Naar links africhting 5 meester. Hou je links aan, richting kledingwinkel Klein Venetië. Gaan we rechtsaf. Dan richting HB, Zuidrock Verdrijf. Nu een tactisch. Ja, dat is vernomen. Passeren momenteel HB. Gaan rechtdoor, Zuidrock Verdrijf, richting A9. A9 niet op, in ieder geval niet met de richting mee. Ook niet tegen de richting in. Noordrock Verdrijf, Noordelijk. Bij Movie Park. Naderen de twee winkels. Noordhoek Verdrijf nog steeds. Noordelijke richting. Momenteel tussen de twee winkels in richting trainingsterrein. Blijven noordelijke rijden Noordhoek Verdrijf. Naderen trainingsterrein. Trainingsterrein gepasseerd. Snelheden 140 km per uur. Naderen de winkel aan de Noordrock Verdrijf. Dan steeg je in rechtsaf Ace Jones Drive. Dit is Ace Jones Drive. Het is een van de noordelijkste wegen van de Villa Wijk. Gaan hier rechtsaf met Wayne Tunnel Drive zuidelijk. Ja, gaan met de bocht mee oostelijk met Wayne Tunnel Drive. Geen afslag genomen tot nu toe.
rijden weer terug richting de stad. We gaan linksaf. Cockingham Drive. Zuidelijk met de bocht mee. We gaan hier linksaf bij dit bouwterrein. Pixel Perfect Drive richting Eclipse Tower. We gaan rechtsaf, zuidelijk. We rijden momenteel langs de Eclipse Tower. Dan is richting Tequila La, oostelijke richting West Eclipse. Slaan hier rechtsaf. Gaan we zuidelijk de Milton Road op. Bij de richting de Impound. Gaan daar nog voor linksaf. Spanish Avenue oostelijk. Slaan weer rechtsaf. Gaan we zuidelijk richting de oude AMB. Mensen staan een steegje in. Ja, zeg maar klem. En een stapklem. Je mag even je handen zien waar ik ze kan zien. Ja, ik zie mijn handen. Even je handen op het dak van je auto leggen. Ik hoor je niet door de sirenes. Even je handen op het dak van die auto leggen. Even schreeuwen meneer. Handen even, op het dak. Want ik heb geen wanden meer. Ik kan al die sirenes op de uit, man. Wat is er meneer? Dat je handen moet laten zien. Klaar nu. We hebben deze aangehouden. Andere hand bij. Nee, ik hoor het niet meer. Maar ik zal toegeven, ja, het is waar. Ik ga even weer. Heb je voorwerpen bij waar ik mij kan baseren of aan kan snijden? Nee. Oké. Okay. Je bent niet tot antwoorden verplicht. Je hebt het recht op een advocaat. Alles wat te zeggen. Inderdaad. Ja. En in ieder geval, je bent niet tot antwoorden verplicht. Je hebt het recht op een advocaat. Ik had mijn gordel niet om inderdaad. Mochten deze niet kunnen veroorloven, krijgt van deze toegewezen. Alles wat te zeggen zal er kan tegengebruikt worden. Sorry, ik hoor het hier niet. Ik praat er doorheen. Ik kan het herhalen alsjeblieft. Dat je het recht hebt op een advocaat. Mocht je deze niet kunnen veroorloven, krijgt van deze toegewezen. Alles wat te zeggen zal en kan tegengebruikt worden. En u bent niet verplicht om te antwoorden op de vragen die wij u stellen. 05, ik heb hier personen opgeschoren kapsel, moet ik die meenemen over? Ja, alle drie maar. Ja, dat is goed en sorry meneer, maar ik hoorde u niet tot de sirene. Ja, dat kan. Ja, allereerst bevonden ze zich wederom op een gebied waarvan ze een gebiedsverbod hadden. In ieder geval, ik ga je het voertuig plaatsen. Eentje vluchten en anderen zijn er gewoon medeplicht. Passen voor je hoofd. Als mede bevond u zich op terrein waar u zich. Ga je nu richting het hoofdbureau. 2:06 staat 5 uur.